Dr. Jim heeft een lange dag gehad. No. Olivia zal moeten stoppen met suiker. Haar tanden zijn in gevaar. Wow, grote lijn. Het lijkt erop dat er een suikerepidemie is in Tomb City. Na een lange dag omgaan met slechte tanden, is het laatste wat Dr. Jim wil zien. Zijn dochter Ivy, die zich volpropt met snoep. Dr. Jim laat haar tanden niet ruïneren. Ivy is geschokt. Vanaf deze dag geen suikerhoudend eten meer in mijn huis. Probeer het niet eens tegen te spreken. Maar regels zijn gemaakt om gebroken te worden. Dr. Jim heeft ook enkele zwakheden. Hij houdt echt van pittig eten. Ivy zal haar vader moeten misleiden. Hij kan denken dat ze geen suiker meer drinkt. Oh, hij vergat dat ze geen hete saus meer hadden. Een week geleden. Ivy heeft daar gebruik van gemaakt. Niemand kan haar weghouden van haar jam. Ivy gaat op een date vandaag. Maar haar vader is boos. Hij wil haar niet laten gaan. Ivy is verward. Waarom niet? Misschien is haar rok te kort. Maar Dr. Jim geeft niet om haar rok. Hij is bezorgd over haar gebit. Het is onaanvaardbaar voor een kind van de tandarts om slechte tanden te hebben. Nee, Ivy kan zo nergens heen. Dr. Jim was niet van plan haar zo gemakkelijk te laten gaan. Het is allemaal omdat Ivy een snoepje in haar mond stopte. Maar het is niet enkel het snoep. Ja, haar rok moet langer zijn. Wanneer Ivy's snoepvoorraad begint op te raken, komt haar beste vriendin Chris tot haar redding. Maar er hangt een schaduw over de regenboogwereld van Skittles. Dr. Jim is vroeg terug van zijn werk. Hij gaat proberen ons snoep af te pakken. Laat de spelletjes beginnen. Dr. Jim raakt verstrikt in de kussens van de bank. Maar hij komt eruit. Hij gaat het snoep in beslag nemen. Chris zit in de val. Kan ze door de verdediging van Dr. Jim breken? Passen! Ivy gaat ervoor en... Touchdown! Wat een geweldig spel! Candy wint deze ronde. Sorry, Dr. Jim. Dr. Jim is een zeer beroemde tandarts. Hij is een levende legende, omdat hij de tanden van de sterren repareert. Hij heeft een collectie van tanden in zijn kantoor. Onlangs heeft hij Billie Eilish haar verstandskiezen getrokken. Ivy is iets geks van plan. Ze moet hier gewoon weg. Laten we nu met het plan beginnen. Ivy belt de tandenvee. Ze is hier om een ruil te doen. Maar deze tand is duur. En Ivy is bereid om ervoor te ruilen. Geld? Serieus? Deze tand kost veel meer dan je denkt. Dit is Billie Eilish haar tand. Nu krijgt de vee hem. Dit is een zeer waardevolle tand. Dus wat wil Ivy ervoor hebben? Ze heeft trek in suiker. De vee heeft een idee. Wat denk je van magische chocolade? Dat is een goede deal. Ivy gaat akkoord. En ze krijgt wat ze echt wilde. Snoep. Dr. Jim was net aan het genieten van iets pittigs. Toen hij iets bekends voelde. Wow, het is een pakje kauwgom. Er is nog steeds snoep in het huis. Dus moet er hier in de buurt een verstopplaats zijn. Er zit een aanwijzing vast op het bureau. Kijk eens naar dit alles. Dit is oorlog. Geen kauwgom meer vanaf nu. We zijn nog maar net begonnen. Meer lege wikkels. Hier is nog meer. Ivy krijgt suikerontwenning. Al haar schuilplaatsen zijn leeg. En ze heeft wat suiker nodig. Nu. Wat is dit? Een spoor van wikkels. Het zal haar leiden naar het zoete paradijs. Maar de oase was slechts een luchtspiegeling. In plaats van snoep vond ze net haar vader. Het was een val. Het enige wat Ivy nu kan doen is haar tanden poetsen. En mondwater gebruiken.
Maar Ivy is stiekem. En ze heeft vooruit gepland. Dus heeft ze het mondwater al vervangen door frisdrank. Ze heeft haar vader weer bedrogen. Sigaretten? Dr. Jim is serieus geschokt. Maar gelukkig, het is gewoon kauwgom. Hij viel bijna flauw. Maar goed dat het maar kauwgom was. Sigaretten gemaakt van kauwgom. Wat een gekke uitvinding. Wacht eens even, het is kauwgom. Te laat, Dr. Jim. Gebakjes moeten poedersuiker hebben. Ivy is zo blij dat ze zoiets lekkers kan eten. Haar vader heeft het niet eens gemerkt. Of wel? Dit is gevaarlijk. Gelukkig dacht hij dat het gewoon stof was. Dus Ivy mag schoonmaken. En onschuldig doen. Wel, tijd om schoon te maken. Ze zal iets unieks proberen. Zodat ze sneller klaar is. Dat is een bekend geluid. Dr. Jim is niet gek. Hij hoort echt snoeppapiertjes. Code rood. Tijd om te onderscheppen. Waar is die kleine onruststoker? Ha! Je zit nu echt in de problemen. Maar er is geen snoep. Neem je me in de maling? Ivy kijkt naar ASMR-video's. Wauw, het klinkt zo realistisch. Als je wat suiker wil als je op stap bent, Ivy weet waar je het kan krijgen. Ze kan gewoon wat ijs kopen. En genieten van een zoete tractatie. Heerlijk ijs. In een knapperig wafelhoorntje. Maar Ivy's ijs is speciaal. Het smaakt naar groente. Haar vader heeft haar betrapt. Haar plan faalde. En de ijszaak ook. Dr. Jim is geobsedeerd door hygiëne. En hij was zijn handen veel. Maar de zeep werkt niet. En zijn handen zijn helemaal plakkerig. Jam in de zeepcontainer. Ik zie het. Ivy, je zal er spijt van krijgen. Maar terwijl Dr. Jim's handen aan elkaar kleven, is Ivy veilig. Hij gedraagt zich zo dwaas. En ze moet dit filmen. Dr. Jim, je gaat recht op TikTok. Het zal het internet opblazen. Dr. Jim heeft nooit zoete dromen. Door zijn nemesis, suiker. Hij kan niet erg goed slapen in het algemeen. Wat is dit? Snoep in zijn kussen? Hoe kan zijn nemesis zo dichtbij komen? Geen denken aan. Geen snoep in Dr. Jim's huis. Dat was een goede worp. Recht in de tanden van die man. Dat is onhandig. Maar hij raakte tenminste de tanden, niet zijn ogen. Omdat hij zijn tanden kan herstellen. Hier is mijn kaart. Ivy heeft bijna geen suiker meer. Ze moet naar de winkel. Suiker. Ik heb suiker nodig. Zo snel mogelijk. Ik ga dood. Gelukkig heeft de cashier een hele bus van zoete brandstof. Vul het snel. Suiker stroomt weer door Ivy's aderen. Haar leven is gered. Dr. Jim geeft er zoveel om een goede tandarts te zijn. Hij staat altijd klaar om iemands gebit te helpen. Net als nu. Laten we eens kijken. Er zit een gummibeertje vast in je beugel. We helpen het arme kleine ventje eruit. Hij hoort daar niet in. De gummibeer is vrij. Om er zeker van te zijn dat dit niet meer gebeurt, mag je geen snoep eten. Probeer dit dieet. Alleen groenten. Ze zullen niet vast komen te zitten in je beugel. Stel je voor hoe het is om een bad te nemen in een suikerspin. Zou dat niet geweldig zijn? Maar niet elke droom kan werkelijkheid worden. Omdat Dr. Jim vastbesloten is om alle suiker te vernietigen. Ivy kan dit niet allemaal op tijd opeten. De ventilator is te sterk. Wow, wat een gekke droom. Ivy moet hier nog iets aan doen.
Dr. Jim vecht nog steeds tegen zijn dochter. Wat hij ook doet. Ze houdt niet zo van pittige dingen als hij. Extremen zijn slecht. Te veel suiker en te veel kruidigheid kan leiden tot problemen. En je tanden komen in gevaar. Het ziet ernaar uit dat Dr. Jim minder pittig voedsel moet eten. Wat vond je van onze tandartsvader? En wat was jouw favoriete deel van de video? Vertel het ons in de commentaren. En vergeet niet te liken en te abonneren, zodat je nooit een nieuwe video van Troom Troom Trick mist.